YouTuber Teske de Schepper heeft onlangs haar gezinnetje uitgebreid... ...met de komst van hun tweede kindje, een prachtig jongetje genaamd Kaya. De vreugdevolle gebeurtenis vond plaats op 28 februari... ...met een verbazingwekkend snelle maar toch prachtige thuisbevalling. Op Instagram deelde Teske een liefdevolle foto... ...waarop ze straalt naast haar partner, de bekende YouTuber Mert Ugeurdieke... ...en hun eerste zoontje Zeki. In haar enthousiaste bericht deelt de trotse moeder... Op 28 februari hebben we ons tweede zoontje en kleine broertje voor Zeki mogen verwelkomen na een mega snelle, maar mooie thuisbevalling. Dit is Kaya. We maken het goed, Zeki is een trotse grote broer en we zijn super verliefd op ons nieuwe kindje. Met z'n vieren nu. Teske en Mert, vooral bekend onder de naam Mertabi, waren al gezegend met de komst van hun eerste zoontje Zeki in 2021. Het koppel. Dat al zo'n twaalf jaar liefdevol samen is, straalt van geluk met hun groeiende gezin. De foto op Instagram toont niet alleen de liefdevolle dynamiek van het gezin, maar ook de stralende glimlach van Teske en Mert, die samen deze mooie mijlpaal beleven. Het is duidelijk dat het gezin geniet van dit bijzondere moment en dat Seki vol trots zijn rol als grote broer vervult. Gefeliciteerd aan Teske en Mert met de komst van hun prachtige zoontje Kaya. Het is hartverwarmend om te zien hoe hun liefde en geluk zich blijven verspreiden met de toevoeging van dit nieuwe familielid. We wensen hen alle gezondheid en vreugde toe in deze bijzondere tijd van samen zijn met hun uitgebreide gezin van vier.